Jullie weten allemaal dat in ons leven, dat één hele dag duurt, alle noemenswaardige gebeurtenissen en gevoelens eenmalig zijn. Het leven, en ook de liefde daarin, ontleent hieraan haar grote intensiteit. Toch is er een ander bestaan dat een ander tijdsverloop kent. Iedereen die voorbeeldig en volgens de boeken leeft, komt na de dood in die andere dimensie terecht. Die dimensie noemen wij de hemel. Hoe moeten we ons de hemel voorstellen? De hemel is een perfecte synthese van alles wat goed is aan ons leven, samengebracht in één oneindig klein moment, waarin gevoelens en gedachtes geen tijdsverloop kennen. Dan is de hemel dus eigenlijk gewoon een goedmakertje. Tegenover de hemel staat de hel. De hel waarin iedere gebeurtenis herhaalbaar is. Waarin de unieke liefdesdaad door één mens vele malen wordt bedreven en zo dus haar bijzonderheid verliest. Wens jij zo'n leeg bestaan? Wil jij zo leven na de dood? Nee, natuurlijk niet. Ja. Hoe lang duurt dan zo'n leven in de hel? De hel bestaat, net als de hemel, in een andere dimensie van tijd. In de hel volgt na iedere dag een nieuwe dag die nauwelijks verschilt van de vorige dag. En al deze dagen, honderden, duizenden, volgen elkaar daar in één leven eindeloos op. Denk daar maar eens goed over na.